Vandaag is een volgende stap gezet in de kabinetsformatie. Dat heeft echt een tijd geduurd, zoals we allemaal hebben kunnen zien. We hebben echt veel maanden nodig gehad om te kijken welke partijen gaan nou inhoudelijk aan de slag om te zien of het mogelijk is tot een akkoord te komen. Nou, besloten is dat, dat, uh, een, dat we een poging gaan doen met uh, ChristenUnie D66, CDA en VVD de komende weken. Ja, dan wordt natuurlijk vaak gezegd, ja dat zijn ook de partijen die nu in het kabinet zitten. Wat je merkt bij al deze vier partijen, dat als dat gaat lukken, we ook echt een nieuw begin willen maken. Met uiteraard een team wat in belangrijke mate zal vernieuwen. Met belangrijke veranderingen in de bestuurscultuur, de manier waarop we samenwerken. Bijvoorbeeld een dunner regeerakkoord waarschijnlijk. Meer ruimte voor ministers om er invulling aan te geven. Meer ruimte voor het debat met de Tweede Kamer. Maar ook het oplossen van een paar zeer grote vraagstukken in de samenleving rondom klimaat. Stikstof, uh, ons onderwijs, uh, uiteraard uh, onze veiligheid. Uh, en op al die terreinen te zien of het mogelijk is tot afspraken te komen. Ik ben daar hoopvol over, maar het zal natuurlijk moeten blijken. We gaan er vreselijk hard aan werken. Uh, en ik ben in ieder geval blij dat we deze stap nu kunnen zetten.